حط علينا براميل وصواريخ، دمرت حياتنا. وقت يكون في حرب كتير بتصير ننتقل من مكان لمكان. Larine en Mohammed moesten hun dorp ontvluchten naar een veiliger plek. Net als miljoenen andere Syrische kinderen wonen ze al hun hele leven in oorlog. Mohammed woont nu met zijn ouders, broertjes en zusjes in een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië. Zijn ouders kunnen geen werk vinden. Om genoeg eten te kunnen kopen moet Mohammed elke dag hard werken. Het is bijna een uur lopen naar de sponsjesfabriek. Ondanks de lange dagen verdient hij maar 10 euro per maand. Soms helpt zijn moeder hem 's avonds ook nog even. Samen stoppen ze sponsen in doosjes. Larine woont met haar moeder en broertje in een kleine kamer. Ze was heel jong toen haar vader door een bombardement werd gedood. Ze probeert het verlies van haar vader zoveel mogelijk te vergeten en is blij dat ze meestal naar school kan. Soms is de situatie te gevaarlijk en gaat haar school een tijdje dicht. Allebei missen ze hun beste vriendjes en familie. Van de meeste weet Mohammed niet eens waar ze nu zijn. Honey. راحت لي صارت تروح بديري راح اعترتي والباقي ما بعرف وين راحوا. Larine mist vooral haar oudere broers. Die zijn naar het buitenland gevlucht. Allebei hebben ze dromen voor de toekomst. Larine wil graag actrice worden en Mohammed voetballer. Maar de allergrootste droom is terug te keren naar hun dorp. روح المدرسة وبس.